Hallo jongens en meisjes, het is jeugdboekenmaand, maar het is ook coronacrisis, dus kan ik jammer genoeg niet bij jullie in de klas of in de bibliotheek komen vertellen en voorlezen uit Vossenhaas. Maar daar hebben wij als jeugdauteurs iets op gevonden. We komen gewoon bij jullie thuis. Jullie kennen Vossenhaas natuurlijk allemaal wel en jullie weten misschien ook dat er elke keer nieuwe boeken komen van Vossenhaas. En deze keer heb ik een boek bij dat nog niet eens bestaat. Dit is een drukproef, een kladwerkje. Het boek wordt gemaakt, het zal verschijnen, maar nu krijgen jullie al een voorproefje, een corona-voorproefje van een heel bijzonder boek. Misschien zijn er die dit boek kennen, het woordenboek van Vossenhaas. Dat heb ik heel lang geleden geschreven, samen met de tekenaar Tiet Jonking. En daar staan in dit boek een heleboel moeilijke en minder moeilijke woorden. Nu heb ik van een heel deel van die woorden verhaaltjes gemaakt. Een van die woorden is een woord dat vroeger bijna niemand kende, maar nu kennen jullie het vast en zeker allemaal. En dat woord dat is quarantaine. Vos ligt met griep in bed. Hij kreunt van ellende en hij gloeit van de koorts. Zijn hoofd is heet, maar zijn handen voelen koud. Uil klopt aan. Hij heeft een tas vol medicijnen. Ik kom Vos bijstaan. Waar is de ziekenboek? Vraagt hij. Zachtjes praten, fluistert Haas. Vos heeft rust nodig. Vos heeft in elk geval vooral mij nodig, beweert Uil. Laat mij mijn gang maar gaan. Eerst voelt Uil de pols van Vos. Heb je kramp of jeuk? Vraagt hij. Ik heb ook iets voor je maag. Daarmee ben je onmiddellijk genezen. Uil is in zijn element. Hij heeft een flacon bij zich. En hier zit nog een restje in, mompelt hij. Ik weet niet wat het is. Ziek kan Vos er in elk geval niet van worden, want hij is het al. Vos wil het drankje wel, maar Haas vindt het niet veilig. Je slikt immers geen medicijn zonder recept. Breng Vos niet in gevaar, waarschuwt Haas. Geen probleem, lacht Uil. Dan geef ik Vos wel een prik. Maar dat wil Vos absoluut niet, want een prik is eng en Vos is niet dapper. Uil vindt Vos maar flauw. En dat klopt ook, want flauw is zwak en Vos voelt zich zwak en duizelig. Ik heb barstende hoofdpijn, jammert hij. Een barst in je hoofd? Dan moet je in het gips, roept Uil uit. Maar dat is natuurlijk niet waar. Griep gaat vanzelf weer over. Je moet alleen veel rusten. En eigenlijk moet je ook in quarantaine. Ik voel me al veel beter, zegt Vos. Ik voel me zwak en flauw,